Als ik te pakken krijg, dan snijd je keel door. Kom dan. Kom dan, jongen. Rotbeest. Al die chickies en zo, die komen toch niet naar hem toe. Nee. Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En het is vandaag hartstikke vroeg. Het is nu iets van 8:30. Maar er zijn boven mensen bezig om een hele grote spiegel in de gang te maken. En ik moest eruit, want ik moest open doen. En ik moest eventjes koffie voor ze zetten en zo. Maar dat maakt niet uit, want als je vroeg opstaat, heb je wat aan je dag. En heb je een hele lange dag. Vandaag ga ik weer lekker veel doen. Ik ga vandaag eerst even lekker editen en een beetje opstarten hier. Dan ga ik lekker douchen. En dan ga ik vanmiddag richting Amsterdam. En ik ga waarschijnlijk eventjes gezellig met wat vrienden afspreken. Dus het wordt een hartstikke leuke dag. En ik hoop dat jullie er ook weer zin in hebben. Gelukkig nu weer 2 video's achter elkaar, dus dat is helemaal top. Want we hadden een tijdje niet geüpload, maar we gaan er gewoon weer lekker tegenaan. Ik ga eventjes koffie zetten, ik ga eventjes lekker editen en dan ga ik daarna lekker douchen en me klaarmaken. En dan gaan we lekker richting Amsterdam. Zoals jullie horen zijn ze bezig met boren boven, dus dat is dat is lekker. Dus ik had sowieso niet door kunnen slapen. Dus ik dacht, kijk, Gio zei eerst nog tegen mij van, ja, weet je wat, ik maak de deur wel open, kan jij nog doorslapen? Maar aangezien ze toch aan het boren zijn, heeft het geen zin om door te slapen. Dus ja, dan maar opstaan. Ik ben dus hier aan het editen. Alleen Sniff, die komt steeds een speeltje brengen. En dan gaat hij weer liggen. En als hij dan weer weggooit, dan is hij weer helemaal wild. En dan komt hij waarschijnlijk, komt hij hem weer terugbrengen. Ja, daar komt hij weer. Daar komt hij. Wat een mogoltje. Sniff, los. Kom je gezellig mee aan het Sniff? Hè? Gezellig. Ik heb net lekker gedoucht en ik heb even snel wat aangetrokken. Ik heb me even omgekleed, want we gaan nu richting Amsterdam. En in Amsterdam gaan we weer ADR'en. Net als vorige keer wat ik deed, dat je achteraf nog dingen moet inspreken voor een film of een serie. En deze keer is voor de Schippers van de Chameleon. Want daar heb ik ook een rol in. Dus we gaan nu lekker richting Amsterdam en ADR'en. Ik durf het eigenlijk bijna nooit meer te zeggen. Maar ik ga het toch weer zeggen. Ik ben een beetje aan de late kant. Dus we moeten opschieten. Moet je trouwens eens kijken hoe weinig auto's er staan. Het klinkt heel raar, maar meestal staat het hier helemaal vol met auto's. En nu is dit kanon de enige auto die op de oprit staat. En we gaan deze ook lekker gebruiken. Nou, oké, het valt mee. Ik moest er om 2:30 zijn, dus ik kom 8 minuten later aan. Dat is best wel een ding. Ik moet best wel vaak naar Amsterdam of naar de Randstad, zeg maar. En ik moet natuurlijk wel rekening houden met dat ik nu hier in Krimpen woon. En het is meestal 1 uur en 10 minuten, maar ik ben heel erg, ja, het is echt een stomme eigenschap. Maar ik rond altijd af. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, oh, het is 1 uur en 10 minuten. Oké, dus het is 1 uurtje rijden. Maar goed, dan ben je wel 10 minuten te laat. Dus daar moet ik echt even een keer mee gaan kappen. Maar nu komen we 8 minuutjes later aan. Ik hoop dat het niet erg is, vast niet. Maar let's go naar Amsterdam! Ik ben aangekomen in Amsterdam en ik weet niet of jullie deze plek nog kennen. Vooral deze straat. Ik denk het niet. Als je het nog wel kent, vind ik het heel knap. Het is ongeveer van 2-3 jaar terug. Want daar zat het brugklaskantoor en daar gingen we altijd verzamelen als we naar de set moesten of wat we op kamp gingen. Dus ik had even leuke flashbacks, want brugklas is wel echt een leuke tijd voor mij geweest. Maar misschien dat ik binnenkort... Nee, ik ga het nog niet eens vertellen. Laat maar. Kijk eens, we zijn weer in de studio en net als vorige keer gaan we weer ADR'en. En deze keer voor de Schippers van de Chameleon. En waarschijnlijk kennen jullie die naam wel, want het is echt, voor mij was het echt een jeugdfilm. Maar we gaan dus nu nog kleine stukjes opnemen, want nog extraatjes toevoegen, zinnetjes die niet zo goed zijn gegaan bijvoorbeeld. En het leuke is, ik speel een politieagent. En op mijn Insta kon je trouwens al zien dat ik in een politieagentenpakje stond, dus... Ja, ik ben heel erg benieuwd naar wat ik nu ga zien en wat ik moet gaan opnemen. Kom dan, rotbeest. Als ik te pakken krijg, dan snijd je keel door. Kom dan, jongen, rotbeest. Ja, wegrennen. Kssst, opzouten. Of ik snijd strot door. Kom dan. Was dat... Ja, ik vind het leuk. Het is leuk, ik ben dus nu aan het vloggen, maar waarschijnlijk weten mensen, die hebben helemaal geen beeld bij wat we nu aan het doen zijn. En dan horen ze mij te schreeuwen. Wat is dit voor film? Dat klonk misschien heel erg raar hoor, wat ik net allemaal schreeuwde. Maar jullie gaan het maar zien in de film. Ik zit achter een of andere kat aan, maar dat maakt allemaal niet uit. Kijk eens eventjes aan, jongens. Hier een klein stukje uit de film. Daar zit ik dan, als politieagent. Moet je eens kijken. De Schippers van de Chameleon, jongens. Ik ben heel erg benieuwd of jullie nog weten of dat jullie de film kennen. En waarschijnlijk zijn er echt wel veel mensen van jullie die de film hebben gezien. Het was echt voor mij echt een jeugdfilm. En daarom vond ik het extra leuk dat ik in deze film mocht spelen. Maar moet je hem nou eens kijken zitten.
Kijk dan, wat een gek. Ik heb elke keer ook nog steeds dat als ik naar mijn auto loop, dat ik denk van ja, dit is ook zo'n vette kleur. En ik ben nog steeds zo blij met deze auto. Ik had het een tijdje geleden echt alleen maar over nieuwe auto's en dat ik op zoek was naar iets. Maar eigenlijk is het zo niet nodig. Maar omdat ik gewoon autoliefhebber ben, ga je toch kijken naar wat er mogelijk is. Wat voor andere auto's er zijn natuurlijk. En dat is ook helemaal niet erg of zo. Maar goed, ik ben nog steeds, wat ik zeg, zo blij met deze auto. Maar we zitten weer in de auto. Zo. Er zijn wel heel veel auto in één zin. Maar goed, ik zit weer in mijn kanon. En ADR duurt meestal echt maar gewoon een half uurtje of zo. Het zijn allemaal kleine dingetjes extra toevoegen aan de film. Die op dat moment ja, niet nodig waren. En dat ze bij de montage erachter kwamen van... Hé, dit is misschien wel leuk als hij daar nog even iets schreeuwt of iets zegt. Dus dat hebben we nu opgenomen. En ik heb eigenlijk nu niks te doen. Dus ik ga eventjes mijn broer bellen. En kijken wie er in Amsterdam is. En dan gaan we eventjes chillen. Misschien even een terrasje pakken of zo. En ik heb er helemaal weer zin in. Want het is buiten wat mooier weer geworden. En dan word ik al gelijk helemaal blij. Kijk jongens, dit is het kantoor van Tuvalu Media. En hier kwam ik heel vaak. En dan stond hier zo'n hele grote bus om naar kamp te gaan. Ik dacht, ik rijd er eventjes gezellig langs. De auto staat op de oprit. Maar niet op de oprit bij Gio. Maar bij... mijn oude huis. Mijn ouderlijk huis. En ik moet hier eventjes langs, want ik had wifi nodig. Want ik moet iets voor mijn video nog doen voor vanmiddag. En als het goed is, ligt hier ook nog een MacBook oplader voor mij. Want we hebben bij Gio thuis echt gewoon geen MacBook opladers. Misschien eentje. En dat was het. Zo. Nou, jullie horen allemaal schreeuwen. Hey! Hey! Oh, kijk hoe oud hij is. Hij heeft echt moeite met opstaan. Jongens, dit is Sput. Jullie kennen Sput waarschijnlijk vast wel. Sput is al gewoon 18 jaar oud, hè. Het is echt niet normaal eigenlijk. Jij bent een lieve kat, jij. Van mijn huis ben ik weer terug bij jou. Hey. Wat gezellig, jongens. Jij zei, Vin, dit moet je echt zien. Ja, maar ik blijf wel grappig als een papier versnipperen, of niet? Nou, doe het erin. Maar kijk even hoeveel er al in zit. Voor mij is het echt al maanden niet geleden. Kijk, ho. Oh, lekker bezig. Oh nee. Maar dit wilde jij mij dus... Ja man, ik wil het echt graag laten zien. Roept hij zo tegen mij. Yo, kom even kijken, ik wil even wat laten zien. En toen zei hij, kijk, een papierversnipperaar. Het ziet inderdaad wel heel erg satisfying uit als het papier erin gaat en wordt versnipperd. Ik moet toegeven, het ziet er ook wel leuk uit. Maar dit is wel een beetje een anticlimax. Ik ben nu even op de zaak bij mijn vader en bij mijn broer. Want ik rij hier eigenlijk altijd praktisch langs als ik naar Rotterdam ga. En ik dacht, even gezellig buurten. Het enige jammer is dat ik niet mijn oplader voor mijn MacBook heb gevonden. Dus ik moet denk ik een nieuwe gaan kopen. Of hij moet bij Jade liggen, omdat Gio mee heeft genomen naar Jade. Maar dat weet ik niet. Maar ik heb wel gewoon een oplader nodig, dus ik moet denk ik eventjes een nieuwe gaan halen. Ruben, die is alleen thuis vanavond. Dus die vroeg aan mij of ik gezellig langs wilde komen om daar gewoon te blijven eten. Dus ik denk van ja, ik ben nu toch al in de buurt. Dus dan kan ik net zo goed gewoon gezellig met Ruben gaan eten. En ik ga even in een andere auto dan mijn eigen auto. Namelijk de auto... van mijn vader. De auto van mijn vader. Ik ga even een andere auto dan normaal. Ik ga namelijk in de auto van mijn vader. Oh, er gaat muziek aan. Maar wat het leuke is aan deze auto. Deze heeft Akrapovic. En dat is een uitlaatsysteem. En die klinkt best wel lekker. Dus ik dacht ik ga gewoon even een keer in deze. Gezellig. Richting Ossootje. En voor mij rijdt Ruben in mijn auto. Daar komt hij, het geluidje. Deze auto heeft zo'n chille doorschakel. Dat heb ik niet. Ik heb zeg maar met terugschakelen juist heel veel klappen en gedoe. Deze heeft met doorschakelen juist heel veel geluid. En dat vind ik juist eigenlijk wel harder. Dus ja. Misschien moet ik ook maar een ander uitlaatsysteem onder mijn auto laten zetten. Maar ja, dat is ook weer zo duur. Kost ook allemaal zoveel geld. We zijn thuis aangekomen en we staan in de keuken. Want we zijn gewoon aan het koken, joh. Dit is voor mij echt heel speciaal, hè. Dit is voor mij echt een ding. Maar het was ook wel een dingetje, want je zei van ja, zoiets bestellen. Ja, omdat ik ben altijd best wel lui in de zin van dat we moeten gaan koken, we moeten spullen halen, dus jij bent ook naar de winkel gegaan. Maar ik denk wel, als het lekker klaar is, dat je ja, dan maakt. Is het wel lekker, maar ik vind het altijd zo gedoe joh, dat koken en zo is allemaal zoveel werk. Maar goed, wat gaan we nou maken? Waar is de verpakking? We gaan maken chicken teriyaki. Oh nee, Japanse teriyaki. Ja, het is wel... Oh, het is met vlees. Dit ziet er uit, wel een beetje vies uit altijd, hè? Ja, het is gewoon niet gebakken. Het is een beetje darmerig, hè? Maar goed, wij gaan lekker door met koken en dan gaan we zo lekker eten. Het eindresultaat. Moet je eens even kijken, hé. Dat hebben we goed gefixt. Het is lang niet gek, hè? Nee, het is lang niet gek, hé. Lang niet gek. Dat hebben wij goed gedaan. Niet normaal. Nee, ik vind het er serieus goed uitzien. Ja, ik vind het ook wel. Ik ben ook een beetje trots op mezelf dat we toch hebben gekookt. Ja, toch? Wat ben je? Ja. Nou,
Nou, TV'tje aan en lekker eten. Hatsaflat. Zo, ik zit weer in de auto en ik ga lekker richting Krimpen rijden. Want ik blijf hier niet slapen. Ik ga gewoon weer lekker naar huis. Wat een spontane dag zeg. Ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat ik hier zou eten. Ik zou eigenlijk naar Amsterdam gaan en dan gewoon weer terugrijden. Toen ben ik toevallig naar de zaak gegaan en toen kwam ik hier terug. En toen zei Ruud van, hé, we kunnen ook gewoon samen gaan koken. En dacht ik van, nou, dat is toch helemaal gezellig. Maar goed, we gaan nu weer terug naar Krimpen. Elke keer als ik langs Schiphol rijd, heb ik zoveel zin om op vakantie te gaan. Niet normaal. Maar goed, we moeten nog even wachten. Ik ben weer thuis. Snif, snif, ik ben er weer. Oh jongens, ik ben weer thuis. Na een lange, lange reis van een uur rijden. Nou, het viel wel mee. Een uurtje is niet heel lang. Maar goed, ik ben weer thuis en ik ga lekker chillen. Ik ga lekker een koffietje pakken en dan ga ik gewoon, wat ik zei, lekker op de bank een filmpje kijken waarschijnlijk. Vandaag is echt zo'n vlog waarin ik eigenlijk helemaal niks doe. Gewoon echt zo'n dag dat ik jullie gewoon meeneem in wat ik zou doen als ik geen lijpe activiteit allemaal ga doen. Dus ik hoop dat jullie dit wel ook leuk vinden. Ik dacht, ik ga gewoon vloggen vandaag en jullie gewoon meenemen in mijn, ja, toch mijn dagelijkse routine. Wat ik een beetje aan het doen ben door de hele dag heen. Maar dit is echt zo'n vlog. Als ik het denk ik terug ga editen, wordt het echt zo'n vlog van, nou, ik zit nu in de auto en ik ga naar dat. Nou, ik ben aangekomen op dit, aangezien ik niet heel veel, er is niet heel veel interactie, omdat ik eigenlijk de hele dag alleen aan het vloggen ben. Maar goed, ik hoop dat jullie dit gewoon sowieso leuk vinden. En ik ben wel heel erg benieuwd, dus laat maar eventjes weten in de reacties of jullie het leuk vinden om sowieso gewoon mijn dag te zien. Of dat jullie echt video's willen hebben waarin ik echt iets ga doen. Of dat ik echt een challenge ga doen, of dat ik iets geks ga doen. Laat maar weten wat jullie leuk zouden vinden. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, want we gaan best wel lekker. We gaan echt wel lekker. Hey. Hey, ik zei net al in de vlog dat ik de hele dag eigenlijk niks aan het doen ben. En ik ben de hele dag alleen. En dan bel je me nu op en dan vraag je of je ook gewoon daar... In principe wil je gewoon zeggen dat je daar blijft, of niet? Nee, eigenlijk nee. Want ik heb oprecht tegen Jade gezegd... Hé, hey, zal ik gewoon nog lief lekker naar Vincentje gaan? Want Vincentje zit daar zo zielig alleentjes thuis. Weet je wel, hè? Ik bedoel, al die chickies en zo, die komen toch niet naar hem toe. Nee. Ik ben zo alleen. Weet je dat ik nog kom? Maakt mij niet uit. Ja, maar weet je, dan kom ik straks en dan lig jij gewoon te pitten. Ja, dan kan ik net zo goed hier blijven. Broer, sowieso lig jij gewoon te dagga straks. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ik was net met Gio aan het FaceTime en hij vroeg aan mij van... Yo, ga anders gewoon even dat nummer van ons afmaken. En dat is dat nummer Planeet van Yara, Gio en mij. En dat is dit nummer voor de mensen die het vergeten zijn. Ik wil met jou date. Ja, we kunnen flexen op een andere planeet. Maar in dit nummer missen nog twee stukjes. En ik dacht, ik ga het gewoon eventjes afmaken. Dus ik ga eventjes kijken wat ik met die stukjes kan. En of ik daar iets leuks bij kan bedenken. Dus ik ga eventjes kijken of ik er iets van kan maken. Dus ja, yeah, let's go. Let's make some heat, you know. Very big pokoes. Zo, ik heb net even een tijdje gezeten om te kijken of ik iets kon bedenken. Maar ik weet het niet. Mijn creativiteit is echt weg gone loose. Dus ik ga lekker douchen. Ik ga mijn tanden poetsen. En dan ga ik lekker slapen, denk ik. En ik ben daarnaast ook echt wel laat gaan slapen. Dus ik ga hierbij de video afsluiten. Vonden jullie het nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.